Achter mij loopt Teun. Hashtag Teun. Een merk is Teun. Ja, jouw merk is Teun. Ja, ik heb het vaak over branding, personal branding. En als er iemand is die goede branding doet, dan is het Teun eigenlijk wel. Nou, kan beter. Wat dan? Wat zou je er beter aan willen doen? Ja, Teun is nog geen wereldmerk, hè? Nee? Is dat zo? We hebben nog geen headquarters in Dubai en New York. Ja, maar is dat niet een beetje achterhaald? Headquarters en allerlei dure kantoren en... Gek, en overal Teun op. Oh, je wil overal Teun op, oké. Okay. Over die lichtreclames. Ja. Het is wel echt dat je in Dubai loopt en dat je daar je eigen merchandise voorbij ziet komen. Ja. Oh ja, dat klinkt goed. Ik heb de Teun aan. Oké, okay. Nou, je hebt het misschien al een beetje door. Teun is kunstenaar. Je bent vandaag op de Change Unlimited. Ja, Change, there it is. Ja. Wat is jouw kijk op Change? Wat is mijn kijk op Change? Op verandering, mag ik het in het Engels zeggen? Verandering. Ja. Oh, dan heb ik een heel aantal dingen die direct door mijn hoofd gaan. We hebben op de academie waar ik lesgeef, yeah, staat op de gevel, I have to change to stay the same. Nice. Vind ik een mooie... De Rietveld? Vind ik een mooie... Op de Willem de Koning. Op de Willem de Koning, oké. Okay. En ik vind het ook wel fascinerend in hoeverre we zijn wie we zijn, in hoeverre we maakbaar zijn in ons karakter en onze eigenschappen. Ja. Dus ook je eigen ontwikkeling in je leven, van in hoeverre ben ik nog de persoon die ik 5 of 10 jaar geleden was. Dus die veranderingen, dat is wel, in hoeverre kun je die cellen die vernieuwen, vernieuwen en tot nieuwe verbanden komen die, waardoor je weer een rijker of een interessanter of een gelaagder mens wordt. Ja. Maar laat ik zeggen dat ik Eigenlijk zit ik in een doorlopend creatief proces natuurlijk als kunstenaar. En, dat klinkt ook weer fout, maar je bent de hele dag bezig. Althans, ik ben heel veel bezig met wat ik doe en waarom ik doe wat ik doe. Dus ik ben de hele tijd reflecteren en ik verander dus ook doorlopend van standpunten, van benadering. Yeah. Dus dat zit wel, dat heb ik, daar kom ik helaas niet onderuit, verandering. Nee, precies. Maar in hoeverre ik mijn omgeving wil veranderen. Er is natuurlijk genoeg in de wereld dat ik zou willen veranderen. Het liefst zo snel mogelijk. Ja. Ik ben één persoon en ik kan mezelf gelukkig, maar helaas ook niet klonen. Dus, nee. Ja, dat is toch altijd, blijft toch altijd puzzelen waar ben je toe in staat. Ja. En geeft dan het daarmee bezig zijn jouw energie of kost het je energie? Wat ik doe, geeft me heel veel energie. Ja. Dus ik vind wat ik doe, vind ik het leukste wat er is. Ja. Dus in zoverre ben ik wel... zo'n hobby zijn werk. Ja. Oh, hij kwam er hoor. Hij heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Maar waarom doe je zo? Is dat omdat je... waarom? Dat roept een aversie op. Ja. Ja. Waar komt die aversie vandaan, Teun? De aversie zit hem in dat... in het drang naar autonomie, denk ik. Oké. Dus zodra ik dingen zeg die ik te vaak hoor, dan... Die een beetje de common sense zijn, dan... Dan gaat het al fout. Ja. Dus uiteindelijk zeg ik dan maar niet zoveel meer. Nee. Oké. Dit vind ik ook verschrikkelijk lastig. Ja, lastig hè? Ja. Voor zo'n vlog en dan vertellen. Ik stel liever vragen. Oké, stel eens een vraag aan mij. Word je hier gelukkig van dat vloggen? Ja, in een zekere zin wel. Ja. voor wie doe je dit voor jezelf? Doe je dit vanuit de NCD? Voor mezelf en de NCD ook natuurlijk. Ja. Ik doe dit omdat, wat ik merk, ik maak zoveel leuke dingen mee. Die wil ik helemaal niet voor mezelf houden. Dus die deel ik met mensen. En heb je ook mensen die hier naar kijken? Ja. Wil je even laten weten als je hier naar kijkt? Doe maar even hashtag Teun, want dan kunnen we zijn merk een beetje updaten. Dus een beetje upgraden. Ja. Dus Teun, ik hoop echt dat jij een aantal... dat je weer viral gaat, zeg maar. Yes, de vee van viral. Ja, dat idee. Ja. Geeft dat het lekkere gevoel dat je dan een vraag aan mij stelt? Ja, ik ben meer geïnteresseerd hoe je dat je dit doet. En
Het lijkt me zo. Ik vind het dus heel moeilijk om. Ik bedoel, ik vind het fijn dat ik nu toch nog tegen jou praat met de camera. Maar als je stel dat ik nu even uit beeld ga, dan ben je alleen met de camera. Ja, klopt. Dat is anders. Dat is een andere dynamiek. Dan ga ik ook automatisch bewegen en dingen doen. Ja. Dat lijkt me zo raar. Ik vind het zo'n soort van. Daarom ben ik. Tegelijkertijd voel me dan een ontzettend ouderwetse. Hoe oud ben je? 37. Jemig, wij schelen maar 2 jaar. Ja. Wij schelen maar 2 jaar. Ja, maar die hele vlogbeweging, ik vind het is ook al die overdata aan data, overdata. Ja, maar er zitten mensen op ook inhoud te wachten. Inmiddels wel gevonden hoe je beter in de rankingen komen. En daarom geef je die personal branding ook. Ah. Got it. Practice what you preach. Check. Reflectief momentje hier. Wil je nog iets weten? Ja, ik stel nog één. Goeie. Ik stel nog altijd één vraag. Ja, oké. Okay. Teun, zo eindig ik altijd met mijn vlogs. Mm-hmm. Waar ben jij het meest trots op? God, weer zo'n meta-vraag. Waar ben je het meest trots op? Dat kan zoveel zijn en er valt ook gelijk weer zoveel af. Er is één ding wat er altijd eerst oppopt en daar vecht je nu tegen, om te zeggen. Ik ben het, oké, dan ga ik het gewoon heel lief en zacht ga ik zeggen dat ik het meest trots ben op mijn familie. Kijk, liefde. De liefde. Overwint alles. Ja. Geef je toch iets weer heel moois mee, hè? Mijn geliefde en mijn dochter. Kijk, prachtig. Hey, dankjewel Teun. Top. Hou me in de gaten.